Het publiek van de profronde in Tiel krijgt zondag 3 augustus een aansprekend deelnemersveld te zien. Diverse toppers koersen mee in de stad van Flipje. Nationale helden als Laurens ten Dam, Tom Dumoulin en Lars Boom zijn aanwezig. Maar ook wielrenners uit de eigen omgeving. Laatste stand van zaken. Twee fantastische renners die we aan het deelnemersveld toe kunnen voegen. Nicky Terpstra en de meesterknecht van Nibali, Liewe Westra. Welke namen komen er nog meer? We hebben de gedeelte van de trein van Gian Shimano, Tom Velers, Koen de Kort, Tom Dumoulin. We hebben Johnny Hogeland en natuurlijk een van de publiekslievelingen, Laurens ten Dam. Belooft dus weer een gigantisch spektakel te worden. Wat gaat de profronde dit jaar nog meer bieden? Nou, wat we dit jaar nog meer bieden, ja, het is eigenlijk een compleet weekend. Dus we hebben zaterdag hebben we bijvoorbeeld de West-Betuwe Tour. Dat is een toertocht. En die heeft 3 sterren van de NTFU, dus dat betekent dat hij zeer hoog gekwalificeerd is. Die gaat ook een gedeelte richting klimmetjes, richting Arnhem en dat soort dingen allemaal. We hebben de Flipjes Verrassingstocht, dat is eigenlijk voor iedereen bestemd. Een korte tocht waarbij iedereen gewoon even op een leuke manier kennis kan maken met fiets. En we hebben natuurlijk ja, het meest belangrijke, de zondag. Met daarin om 1 uur starten we met de amateurs. Om 2:15 starten we met de dames. We hebben een compleet internationaal startveld voor de dames hebben we aan de start. En vanaf 6 uur beginnen we met de profronde zelf.